maken. Bijna alles. Nou, en dan gaan we door naar de secundaire kleuren. Ja. Meneer Van Aarde, wat bent u aan het doen? Ja, ik maak een opname hier van een groep kinderen van de Rembrandt schildertjes, de talentenklas, die net is gestart. Die krijgen 10 lessen, hebben we die aangeboden. Dat is een geselecteerde groep uit de Rembrandt schildertjes 2016. Die hebben dus in juni op het Rembrandtveld in de tenten hebben ze allemaal een schilderij gemaakt. Dat was een groep van 38 kinderen. Die hebben geëxposeerd in november in Stadhuis. En de kunstenaars van de Rembrandt schildertjes die hebben daar een selectie uit gemaakt. Want we willen graag kinderen die getalenteerd zijn aanmoedigen om daarmee verder te gaan. En daarom bieden we ze dus nu 10 lessen aan. Die worden hier gegeven door Janke Nieboer van Kaliber. We zitten hier ook in een ruimte van Kaliber. Nou, waar gaan we beginnen? En op het eind van die cursus. We willen ook wat aanmoedigen, ook dat ze goed hun best doen. Dus daar komt ook een winnaar uit. Iemand, dat gaat dan een jury bepalen. Wie het beste heeft gepresteerd, althans het mooiste schilderij gemaakt in mei. En die krijgt dan ook een prijs aangeboden op het Lentefestival. Kinderen die vorig jaar in de talentenklas hebben meegedaan, die zitten inmiddels nu op de middelbare school. Maar we weten wel van kinderen, dat hebben we toen wel gehoord, die zeiden nou wij gaan kiezen voor de kunstopleiding. Dat was bijvoorbeeld op Erasmus heeft er zo een, ik weet niet hoe dat op andere middelbare scholen zit. Maar het werkt wel dus in die zin dat je kinderen op die manier aanmoedigt en dat ze vinden het ontzettend leuk om aan zo'n cursus mee te doen, want ze leren daar natuurlijk het een en ander. Je houdt ze ook bezig met beeldende kunst. Je ziet dat ook op conservatoria, je ziet dat ook op de kunstacademie, dat tegenwoordig het grootste deel die daarvoor kiest, dat zijn vrouwen. Waarom dat in zit, dat weet ik niet. Of de mannen denken meer te kunnen verdienen later met techniek of met voetballen.